Het thema van aflevering 9 is: parkeer niet in je pijn. Het zegt het al, hè? Blijf er niet in hangen. Blijf niet hangen in je verleden, in oude pijn of in teleurstellingen, maar trek altijd verder. Ben je nieuwsgierig hoe je dit moet doen? Kijk dan naar deze uitzending. Je zult een sleutel krijgen om in beweging te komen. Heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Binnenuit. Vandaag staat het thema parkeer niet in je pijn centraal. En dit is mijn favoriete thema van deze hele serie, als het ware. Parkeer niet in je pijn. Misschien ken je het wel. Ik zit hier met allemaal dames aan tafel en ik heb even een vraag aan jullie. Wie kan hier goed in parkeren? Nee? Het valt stil. Oh, 2, 3. 3 dames kunnen goed inparkeren. Nou, dan ben je echt een ster. Dan heb je waarschijnlijk een mannenbrein. Want als dame hebben we vaak wat meer moeite met inparkeren. Maar de tip is ook vandaag: parkeer niet op de plek waar je niet hoort te staan. Hè, toen ik voor het eerst mijn rijexamen deed, weet ik nog dat ik naast de rijinstructeur zat en dat ik per ongeluk, ik dacht dat het kon, maar het kon net niet, mijn spiegel eraf heb gereden. En ik was zo teleurgesteld toen ik uitstapte en hij zei dat ik het niet was doorgegaan. Ik dacht echt niet doorgegaan, want verder heb ik heel goed gereden. Maar toen dacht ik, ja, die spiegel, die hangt er niet zomaar. Hè, en het is de bedoeling van een spiegel. We hebben allemaal in onze auto een achteruitkijkspiegel, maar het is niet de bedoeling dat we in onze achteruitkijkspiegel vooruit gaan rijden. Het is de bedoeling bij het inparkeren dat we onze spiegels gebruiken en daarna dat we door onze vooruit rijden. Er is een heel mooi gezegde en dat gezegde heet: je vooruit is vele malen groter dan je achteruitkijkspiegel. Maar veel mensen leven, wonen en bewegen in hun achteruitkijkspiegel en vergeten dat wat voor hun ligt, hun toekomst, ertoe doet en dat je niets meer aan je verleden kan veranderen. En door altijd in onze achteruitkijkspiegel te blijven, blijven we vasthouden aan het oude waar we vandaan komen en kunnen we missen wat God aan het doen is in onze toekomst. De tip is: blijf niet langer hangen op de plek waar je niet moet zijn. Blijf niet parkeren in je pijn. Als ik even kijk naar het volk Israël, deden ze dit regelmatig. Parkeren in hun pijn. Of soms op een plek waar geen pijn was, wat best een goede plek was. En ik neem jullie even mee naar Deuteronomium. En in Deuteronomium 1 staat dit: de Heer heeft tot ons bij Horeb gesproken. Jij bent lang genoeg bij die berg gebleven. Dat zegt hij daar. Hij zegt tegen het volk Israël: jullie zijn al zo lang bij deze berg en die berg Horeb was een goede plek. Want daar hebben ze hele mooie dingen meegemaakt. Dat was de berg Sinaï. Dat was de plek waar God zichzelf openbaarde. De Ik Ben hebben ze daar gezien. Ze hebben daar de 10 geboden meegemaakt. Ze hebben daar de brandende braamstruik. Er zijn hele bijzondere dingen gebeurd. Maar God zegt: blijf niet hangen in je verleden. Maar trek op. Ga door. Dit zegt hij ook letterlijk: breek op, trek op en ga door. En dan zie ik even een hoofdstuk verder in Deuteronomium 2. Daar staat opnieuw: daarop wenden wij ons om en braken op naar de woestijn, richting de Schelfzee, zoals de Heer tot ons gesproken had. En dan staat er opnieuw dat ze weer bij een berg uitkomen, bij de berg Seir in dit geval. En vele dagen trokken zij om hetzelfde gebergte heen. Misschien herken je dat wel, zo'n rondtrekkende beweging. Het is als een schommelstoel. Je hebt het gevoel dat je in beweging bent, maar je komt geen centimeter vooruit. Steeds weer hetzelfde patroon. Nou, wat ik zo verrassend vind, is de berg Seir. Weet je wat Seir betekent? Seir betekent harig, de harige berg. En waar hebben wij als vrouwen ons meeste haar zitten? Op ons hoofd, toch? Ons denken. Waar ontstaan de patronen en de bolwerken? In onze bol, toch? De meeste bolwerken en patronen zijn in ons denken. En God zegt: blijf niet hangen in dat oude patroon, in het oude koeienpaadje of in het oude karrenspoor. Maar breek op en trek door en ga naar de plek waar ik je wil hebben. Ga niet parkeren in goede ervaringen, maar blijf ook niet geparkeerd staan
in negatieve ervaringen, in pijn, in teleurstelling, want dan ga je missen wat God voor je heeft. Hij wil je aanmoedigen. Misschien zijn sommigen de hoop kwijtgeraakt. Misschien ben jij je hoop kwijtgeraakt en zie je geen toekomst meer. Dan wil hij je aanmoedigen. Hou vol. Geef niet op. Ga door. Als ik kijk naar het leven van de vader van Abraham. De vader van Abraham heette Terach. En daar kunnen we over lezen in Genesis. In Genesis 11 en 12. Er gaat maar een heel klein stukje over Terach. En er staat alleen maar over Terach. Terach had een opdracht gekregen. Net als Abraham. Dezelfde opdracht. Om Ur der Chaldeeën te verlaten. En om Kanaan in bezit te nemen. Maar we lezen bijna niets over Terach. Waarom niet? Omdat Terach op een gegeven moment Kanaan wil binnentrekken. En dan komt hij te Haran en dan staat er simpelweg en hij blijft daar. En hij sterft op de plek waar hij geparkeerd staat. Daar stopt zijn roeping, daar stopt zijn bediening, daar stopt alles wat God met hem van plan is. Want God zoekt altijd naar die ene. Hij zoekt iemand die hij kan gebruiken. Hij zoekt iemand, hè? Zijn vraag is altijd niet naar de massa, maar wie wil er voor mij gaan? Wie kan ik zenden? Wie wil gaan? En Terach, die bleef op de plek van Haran. Hoe toepasselijk is het dat Haran letterlijk betekent stilstand? Dus op de plek waar hij tot stilstand werd gebracht. Wat de reden daarvoor is geweest, zullen we nooit weten, want het staat hier niet. Misschien was hij ontmoedigd geraakt. Misschien was hij moe. Misschien, noem maar op, teleurgesteld. Ik weet het niet. Of misschien koos hij voor een gouden middenweg. Koos hij voor een makkelijk leven. Dat kan. En hij vestigt zich daar en hij sterft op de plek waar hij geparkeerd staat. Dan zoekt God opnieuw. Wie kan die weg verder gaan afmaken? En hij vindt zijn zoon Abraham. En hij zegt, Abraham, wil jij met mij op pad? En wat ik zo mooi vind, Abraham, zonder reserves, zegt hij, God, ik wil u volgen. Zonder reserves. En God is tijdens de Bijbel, tijdens al die verhalen, al die mannen, die gewone mannen en vrouwen, die doen buitengewone dingen, doordat ze niet omdat ze zo buitengewoon bekwaam zijn, maar omdat ze beschikbaar zijn. En zo zoekt hij ook naar ons. Dat hij zoekt naar die ene. Er staat een hele mooie tekst in Ezechiël 22. Ik heb gezocht onder hen naar iemand. Zeg me maar eens na. Naar iemand. Iemand. Gewoon naar één iemand zoekt hij. Die in de bres kan gaan staan voor het volk. Maar ik heb hem niet gevonden, zegt hij in Ezechiël 22. Toen ik die tekst las, toen gebeurde er iets in mijn hart. En toen zei ik, Heer, ik wil wel die iemand zijn. Als u hem niet kan vinden, u zoekt altijd maar naar die ene, naar één persoon. Hier ben ik, Heer. Zend mij maar. Hij zocht bij Jesaja. Wie zal ik zenden? Wie wil er voor mij gaan? En Jesaja zegt in het Hebreeuws, Hineni. En dat betekent, zie mij, hier ben ik. En Hineni, dat betekent, hier ben ik zonder voorwaarden. Volledige overgave. Zonder reserve. Hier ben ik. En dat is ook precies wat God ook vraagt vandaag de dag aan ons. Wie wil er zonder voorwaarden, met volledige overgave, beschikbaar zijn voor hem en gebruikt worden door hem? Abraham, zonder zijn eigen voorwaarden, zei, hier ben ik. Zei dezelfde woorden als dat Jesaja zei. Hij zei ook, Hineni. En God koos Abraham. En vanuit Abraham, we weten allemaal hoe het is afgelopen, die ging een hele geloofsreis aan met Abraham. Maar vanuit Abraham heeft hij het volk meegenomen, naar een plek waar ze thuis hoorden. Hier zie je dat hij niet stopt met zijn plan. Gods plan stopt nooit. Zelfs als wij afhaken, stopt hij niet. Maar hij wil graag dat we doorzetten, dat we volharden. Als ik kijk in het Nieuwe Testament, kijk ik bijvoorbeeld naar het leven van Paulus. Genoeg reden om te stoppen met zijn bediening. Genoeg reden om te stoppen met zijn roeping. Schipbreuk, slangenbeet, in de steek gelaten door vrienden, een doorn in het vlees. Allemaal redenen. En dan toch zegt hij iets heel moois in Filippenzen. In Filippenzen 3 zegt hij, maar broers en zussen, ik acht het voor mij niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergeten alles wat achter mij ligt. Niet langer door mijn achteruitkijkspiegel kijken. En ik strek mij uit naar wat voor mij ligt. En ik jaag naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus.
Dit mogen wij ook doen. Gaan rijden door onze voorruit. Vergeten wat er allemaal achter ons ligt. En als je dan door je achteruitkijkspiegeltje even gaat inparkeren, parkeer dan in om te gedenken waar God was tijdens die momenten en om hem daarin te eren. Van God was, u was er. Op dat moment dat ik het moeilijk was. Op dat moment toen ik even het niet meer zag zitten, was u daar. Op dat moment toen ik niet wist hoe ik verder moest, moedigde u mij aan en zei u, hou vol. Geef niet op. Ga door. Zo is onze God. Weet je, God wil je bemoedigen op de plek waar je bent. 2 weken geleden was ik in een stad en ik was daar even aan het shoppen. En ik moest opeens naar het toilet. Ja, dat moeten we toch allemaal wel eens. En ik zag een Hema. En ik ging naar binnen en ik ging de trap op. En daar was een toiletje. Vrouw zat er achter haar schoteltje. En ik legde mijn muntje op het schoteltje. En ik ging de toilet binnen. En opeens hoorde ik de stille, zachte stem van God iets tegen mij zeggen. He, meestal is het een indruk, een bepaalde gedachte. God spreekt op verschillende manieren. Maar men let er niet op, staat in Job 33. He, soms een stille, zachte fluistering. En zo vaak heb ik gedacht dat het mijn eigen gedachten waren. Maar als je verbonden bent met God, kan Hij iets tegen je zeggen. En ik ging op het toilet zitten en opeens hoorde ik die stille, zachte stem tegen me zeggen. Esther, ga terug naar die toiletjevrouw. En geef haar niet alleen een muntje, maar bemoedig haar. Toen dacht ik, nou, daar zit ze vast niet op te wachten. Ze zit hier ook gewoon haar werk te doen. En ik kom hier ook alleen maar mijn werk doen. Mijn drukwerk doen. Dus ik dacht, nou ja, zal ik dat doen? Dus ik kwam van het toilet en ik denk, nee, ik ga het doen. Want God zoekt naar een beschikbaar iemand en ik ben beschikbaar. En ik liep naar haar toe en ik legde mijn muntje op het schoteltje. En ik zei, mevrouw, mag ik iets tegen u zeggen? Ik zeg, weet u, ik ben een christen en ik probeer Gods stem te verstaan. En ik zeg, ik heb een indruk dat Hij tegen u wil zeggen, ik ben je niet vergeten. Ik hou van je en ik weet waar je doorheen gaat, maar geef niet op. En weet je wat dat met haar deed? De tranen sprongen haar in de ogen en ze zei, wauw, dank je wel, dit vind ik heel bijzonder. Ik zeg, ja, Hij ziet jou echt, Hij ziet jou echt. En toen zei ze, dit vergeet ik niet meer. En ze bedankte mij en ik ging naar beneden en ik wilde de winkel uitlopen. En opeens hoorde ik die stille, zachte stem van God nog een keer tegen me spreken. En hij zei, nee Esther, niet alleen woorden, ook daden. Laat haar voelen dat ik haar niet ben vergeten. Laat het haar niet alleen horen, maar ook voelen. Dus ik liep terug de Hema in en ik kreeg een indruk van koop iets voor haar. Iets dat ze vanavond ook het besef heeft, er is iemand die aan me denkt. Dus ik keek, ik zei, Heer, waar houdt ze van? Ik weet het niet. En ik dacht, chocola, daar houdt elke vrouw toch van. Dus ik zag een groot chocoladehart. En die had ik gepakt en een mok. En ik had een pakje thee en ik stopte het allemaal in een cadeautasje. En ik ging naar de kassa en ik haalde daarbij een kaartje met een hartje erop. En ik schreef er simpelweg op, namens God wil ik je een knuffel geven. En dat je vanavond ook weet dat je niet alleen bent. Hij ziet jou en Hij zoekt je op de plek waar je bent. En Hij wil je de warmte geven. En dit is een symbolisch kopje thee met een stukje warmte. En weet je, toen ging ik simpelweg voor haar bidden. Toen zei ik, Heer, wilt u iets laten zien? Wilt u iets openbaren wat in haar hart is? En toen zag ik een woord. Toen zag ik het woord scheiding. Toen dacht ik, oh, ze gaat door een scheiding heen. En nu kun je je afvragen, hoe zie je dat, Esther? Weet je, als je veel tijd met de goede herder doorbrengt, dan ga je zijn stem herkennen van allerlei andere stemmen. En soms laat hij me iets zien, soms een indruk, soms een gedachte, soms een gevoel. Dus ik ging naar boven met dat cadeautasje en ik ging naar haar toe. En ik zeg, sorry mevrouw, ik kom niet nog een keer naar het toilet gaan. Maar ik zal heel eerlijk tegen u zijn. Net liep ik naar buiten. En toen begon God opnieuw tegen me te spreken. Toen zei hij, nee, niet alleen woorden, ook daden. Laat haar voelen dat ik haar niet ben vergeten. Ik zei, mevrouw, ik wil even iets bij u checken. Ik zeg, klopt het dat u door een hele moeilijke situatie gaat? En ze zei, ja, hoe weet je dat? Ik zeg, ik weet dat niet, maar God weet het wel. Hij ziet je. Ik zeg, klopt het dat u in een scheiding zit? Ja, zegt ze, dat klopt. In een hele moeilijke scheiding ben ik verwikkeld. Ik zeg, weet u, namens hem wil ik u dit geven. En ik zette het tasje neer. En ze zei, oh, zegt ze, ik krijg helemaal kippenvel, koude rillingen. Oh, dit vind ik zo, ik kan het eigenlijk niet accepteren. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik wil heel graag dat u dit wel accepteert. Want Vader, God wil het u geven. En dan mag u het aannemen. Zeg maar, weet u, ik zou graag nog 1 stapje verder willen gaan. Zeg, vindt u het goed dat ik nu voor u ga bidden?
En toen zei ze, bedoel je hier gewoon aan tafel tussen de toiletten? Ik zeg, ja, gewoon hier. Ik zeg, dat kan gewoon met de ogen open. En als de klanten eraan komen, ik zeg, dan stop ik gewoon. Dan hou ik ook gewoon mijn ogen open. En weet je, daar op die plek kwam de liefde van God die haar opzocht. Op de plek waar zij tijdelijk geparkeerd was in haar pijn. En Gods liefde zocht haar op om haar te bevestigen. Geef niet op. Hou vol. Grijp goede moed en vergeet wat achter je ligt. En ik zal jou leiden naar een hoopvolle toekomst. Weet je, deze vrouw kreeg hoop op een doordeweekse dag. God zoekt vandaag de dag. Wie kan ik zenden? Wie wil er voor mij gaan? Wie wil tegen mensen zeggen, ik haal jou tevoorschijn uit je pijn en uit de plek waar je geparkeerd bent. We gaan nu kijken naar een getuigenis van Susanne. Susanne, er was een periode in jouw leven dat je ook geparkeerd stond op een plek van pijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hier uit de voorschijn bent gekomen. Ik heb echt een heel dieptepunt gehad vorig jaar. Ik ben namelijk thuis komen te zitten met een burn-out. Vorig jaar toen ik thuis kwam te zitten, was het gewoon echt zo'n nare periode. Het was eigenlijk best wel duister. En het was op een gegeven moment zo erg. Ja, ik kon gewoon niet meer, niks meer eigenlijk. Alles was te veel. Ik was overal bang voor. Ik denk dat ik wel 10 paniekaanvallen had per dag. En ik kon gewoon niet meer eten. Ik viel af. Het was gewoon echt verschrikkelijk. Ik had gewoon geen hoop meer. En ik had het gevoel dat God me verlaten had. En ik dacht telkens van, God, waar bent u nu in dit moment? Als ik me zo rot voel, hoe kan u er dan zijn? En ik probeerde echt in dat moment zo die controle vast te pakken op mijn leven. Van, ja, ik vertrouwde God eigenlijk niet meer. Want als God er was, waarom liet hij me dan zo lijden? En ik probeerde echt die controle vast te houden. En op een gegeven moment kwam ik er steeds meer achter van, wacht even, dit werkt niet zo. Hoe meer ik aan die angst en controle toegeef, hoe verder ik wegzak. Dus dit werkt niet. Mijn manier werkt niet. Dus nou ga ik het op Gods manier doen. En wat ik toen echt heb gedaan is, ik heb echt de Bijbel bijna opgegeten. Ik heb mijn hele wc-deur volgehangen met Gods beloftes. Over, ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ik zal je de woestijn inleiden. Daar zal ik tot je hart spreken. Want ik zat echt in een woestijn van droogte en eenzaamheid. Maar hij sprak tot mijn hart. Juist in die diepte. En daardoor kon ik ook eigenlijk dat stukje achter me laten en verder. God die liet me eigenlijk zien hoe hij mij zag. Want angst die zegt eigenlijk, je kan het niet. Eigenlijk gooit hij je hoofd vol met leugens. Maar God zegt alles wat tegenovergestelde is. God zegt dat je zijn geliefde dochter bent. Zijn koning. Ja, zijn koningin, zijn prinses, zijn bruid. En dat is eigenlijk ook, dit plaatje heeft mij echt enorm veel geholpen. Ik hoop ook echt dat dat jullie heel erg helpt. Want je bent gewoon gekroond met zijn liefde en trouw. En je bent gewoon gekleed in gerechtigheid. En zo ziet Jezus je ook als je gekleed gaat in Jezus. Dan komt zoveel kracht uit. En ik merk ook echt als ik die houding aanneem van een koningin. Want hij ziet mij zo als een prinses. Met een kroon op mijn hoofd. Dat ik ook echt meer kracht in me voel. Wat mij het meest heeft geholpen om uit die angst te komen. En uit die burn-out. Is eigenlijk gewoon Gods beloftes. Zoek maar in de Bijbel. Je vindt echt bijna op elke pagina wel een mooie belofte. En daar hou ik me echt heel erg aan vast. En dat is voor mij echt wel de sleutel geweest van dat ik weer de draad op kon pakken van mijn leven. En dat ik weer plezier kon hebben en genezing vond in mijn hart. Susanne, wat een verhaal. En dankjewel dat je het hebt willen delen. Zo herkenbaar. Hè, maar je bent niet blijven parkeren in dat dal. En het raakte me even, want je had ook heel mooi in jouw huis een tekst hangen. Mijn beker vloeit over, in het Engels stond dat daar. En ik moet denken, die tekst die komt uit Psalm 23.
Al trekken zij, hè, al gaan zij door een dal van diepe duisternis. En er staat ook niet, ze blijven wonen in dat dal van diepe duisternis. Maar je gaat er doorheen. En je komt eruit tevoorschijn. Dus ik vind je heel erg dapper. Dank je wel voor je getuigenis. Ja, en dan hebben we het over hoe trek je door een dal heen. Hè? Parkeren betekent dat je tot stilstand komt. En de vader van Abraham stierf op de plek waar hij tot stilstand was gekomen. Hij parkeerde op een plek van pijn of op een plek van teleurstelling en daar overleed hij. Hè? De plek van stilstand was Haran. Maar God zegt, trek door, trek op en trek er doorheen in mijn kracht. Je hoeft er niet alleen doorheen te gaan, maar in mijn kracht. En dan denk ik even aan Psalm 84. Daar staat dit. Welzalig, gelukkig zijn de mensen wiens sterkte in u is. Hè, we hoeven het niet vanuit onze eigen kracht te doen. We kunnen het ook niet vanuit onze eigen kracht doen. Want dan falen we en dan vallen we. En dan staat er, in wiens hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Nou, dat vind ik zo mooi. Hier staat niet, als zij parkeren in een dal van balsemstruiken. Er staat, als zij er doorheen gaan. Ze gaan er niet wonen, ze slaan hun tenten er niet op, maar ze gaan er doorheen. Heel vaak willen we van glorie naar glorie. Herken je dat? Ik wel graag. Van glorie naar glorie. Maar weet je hoe dat gaat? Van glorie naar glorie. Dus je gaat van top naar dal en weer naar top. En weer naar dal en weer naar top. Dat is van glorie naar glorie. En soms kiezen we voor de kortste weg, maar die bestaat niet. We willen graag de kortste weg. En soms denken we, dit is een omweg. Maar uiteindelijk, als we doorgaan met hem, hè, wiens kracht, wiens sterkte in u is, dan gaat hij een weg banen waar zelfs nog geen weg is. Zelfs als je op kruispunten staat en je denkt, ik weet niet of ik naar links moet of dat ik naar rechts moet, hè, verwacht dat hij gaat komen met een nieuwe weg voor dit moment. En dan staat er, als zij trekken door dat dal van balsemstruiken, dat is het dal van Bekka. En dat betekent letterlijk het tranendal. Als je gaat door een dal van tranen, de diepte van verdriet. Hè, we hebben net even van jou gehoord. Ik geloof echt dat het ook een tijd van verdriet is geweest. Het gevoel van, ik kom niet verder. Voor je gevoel kom je niet verder. Maar kijk nou hoe je hier zit. Een stralende vrouw die haar barrières heeft overwonnen. Die heeft gekozen en ik kies ervoor om opnieuw weer in beweging te komen. Want alleen een bewegende auto kan sturen. Als een auto stilstaat, kan je hem ook niet sturen en kan je geen richting bepalen. En vaak denken mensen, ja, maar dat is lastig hoor Esther, ik weet er alles van. En hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik een stapje verder gaan? Gewoon je ene voet voor de andere zetten en verder gaan. En dan denken mensen, ik heb geen keuze. Je hebt altijd een keuze. Zoals je vanmorgen een keuze had om op te staan, zo heb je opnieuw een keuze om op te staan en je ene voet voor de ander te doen. En uiteindelijk zal dat je iets gaan opleveren. De ene voet voor de andere zetten. Weet je wat ik zo mooi vind? Een tijdje geleden ging er een vrouw met me mee en die zei, ik wil graag van je leren, Esther. En die vrouw was net tot geloof gekomen. En ze zei, ik wil van je leren. Ik wil van je fouten leren. Ik wil leren van wat jij doet. En ze was een dagje trok ze met me op. En toen zei ze aan het eind van de dag, er is maar één verschil tussen jou en mij. En ik zei, vertel mij, wat is dat verschil? Toen zei ze dit, daar waar ik stop, ga jij één stapje verder. En dat is het geheim van het leven met Christus. Durf je één stapje verder te gaan. Zelfs als je niet weet waar je dan uitkomt. Durf je je ene voet voor je andere te zetten. En weet je wat er dan staat in zijn woord? Overal waar je je voet zet, dat gebied ga ik je geven. Hij gaat het je geven. Maar dat betekent wel eerst je voet zetten. Dus uitstappen. En durven in beweging te komen. En een stapje durven zetten. Net als Abraham. Maar ik weet nog helemaal niet waar naartoe, Heer. Ja, maar vertrouw mij. Dit heeft te maken met hem volledig vertrouwen. Dit heeft te maken met overgeven. En hij is te vertrouwen. Hij is te vertrouwen. Hij laat je niet vallen. Zelfs al ga je door moeilijke dingen heen. Hij is er. Hè, zo vaak zien we het niet altijd. Maar hij is er wel. Soms ervaren we het niet. Maar hij is er wel. Hè, jouw getuigenis vertelt daarover. Hij is erbij en hij is erin.
En blijf geen slachtoffer van je situatie. Het is nooit te laat. Heel vaak laten we ons tegenhouden door deze leugen. Hè? Ik ben al 50, ik ben al 75, ik ben al te oud, het is al te laat. Maar het is nooit te laat om opnieuw een stap te maken. Het is nooit te laat om in beweging te komen. En misschien kun je je toekomst, nee, je toekomst kun je veranderen. Aan je verleden kun je niets meer doen. Maar je kan God wel toestaan om in jouw verleden jou te helpen om dingen op te ruimen. Het is nooit te laat. Hè? Maar vertrouw Hem. Vertrouw Hem dat Hij ook niet te laat komt. Ook niet bij de mensen die je om je heen ziet, die misschien zijn blijven hangen. Laat dat niet voor jou een motivatie zijn om daar ook achter te blijven. Omdat nou eenmaal die ander daar is achtergebleven. Maar maak opnieuw een keuze. Jij kan kiezen. Je kan kiezen. Ik zei het net al, je kan kiezen om op te staan. Maar je kan kiezen vandaag om ook te zeggen, ik kies er vandaag voor. Om die parkeerschijf gewoon eens weg te doen achter mijn voorruit. En om te zeggen, ik kies ervoor. Om mijn motor weer te starten. En om te zeggen, Heer, ik ga een toekomst tegemoet samen met U. Een toekomst van heil. En een toekomst van hoop. En vandaag ga ik een stap maken. En ik wil je uitdagen. Als jij vandaag zit te kijken en denkt, ik ben al zo lang geparkeerd op een plek waar ik niet hoor te staan. Ik ben eigenlijk tot stilstand gebracht. En ik ben vast komen te zitten in drijfzand. En ik zou niet weten hoe ik verder moet gaan. Roep Hem aan. En Hij zal je antwoorden. En zijn hand is niet te kort om jou te verlossen. Weet je, Hij wil een nieuw begin maken. Vandaag in jouw leven. Hij wil je aanmoedigen en zeggen, hou vol. Geef niet op. Ga door. Kijk niet achterom. Blijf niet achterom kijken. Maar kijk vooruit. Er ligt nog zoveel voor je. En blijf niet de pijn voelen en de heimwee die je terugtrekt naar wat er allemaal was. Maar kijk vooruit. Abraham kon dingen loslaten. Hij kon zelfs het allerbelangrijkste in zijn leven loslaten. Zijn belofte. Zijn zoon der belofte. Hij was zelfs bereid om God zo te vertrouwen dat zijn dierbaarste bezit, zijn zoon, zijn belofte die hij van God had gekregen, dat hij die zelfs bereid was om te offeren. Wat mag het ons kosten? Wat mag het volgen en het dienen van Jezus ons kosten? Ben je nog bereid om een offer te brengen? Of zeg je, nou, laat mij maar op de plek waar ik ben. En laat mij hier maar sterven. Ik heb geen zin meer. Weet je, elke mantel heeft een prijs. Vaak zeggen mensen, ja, wat jij doet op het podium, dat wil ik ook wel. Dat vind ik ook wel leuk. En weet je wat mijn antwoord dan altijd is? Ben je ook bereid om de prijs te betalen die kleeft aan je roeping of aan de mantel. En de prijs aan de mantel, die hangt aan de binnenkant, die ziet niemand. Misschien is jouw prijs hoog geweest en heb je ervoor betaald. Maar weet je, Jezus' prijs was alles. Was veel hoger, was veel groter dan dan wat wij hebben betaald. En Hij vraagt vandaag alleen maar, ben jij beschikbaar? Ben jij beschikbaar? Wil jij voor me gaan? Dan ga ik je bekwaam maken. En Hij vraagt nog iets verder. En wil je opnieuw in beweging komen? Zelfs als het een nieuwe stap is. Zelfs als je zo lang al vast hebt gezeten in het oude. Dan is het vandaag de dag om opnieuw op te gaan staan. En een stap te zetten. En ik wil je daarmee zegenen. En ik wil je aanmoedigen. Doe het. Want je gaat zien wat het je gaat opleveren. Een stap in vrijheid. We hopen je volgende week terug te zien. Bij een hele nieuwe aflevering. Van binnenuit. Tot dan. Toen Jezus een man sprak die al 38 jaar ziek was en heel graag genezen wilde worden, vroeg Hij hem of hij gezond wilde worden. Dit staat in Johannes 5. Dat lijkt een rare vraag waar geen compassie uitspreekt, maar dat is niet zo. Ergens naar verlangen kost geen echte inspanning, maar om het te verkrijgen moeten er vele obstakels overwonnen worden. Zonder inspanning of vastberadenheid is er nog nooit iets waardevols verkregen. Als je dus van binnen verwond bent en je naar genezing verlangt, dan moet ik je vragen of je echt gezond wilt worden. Want hoe lang of hoe pijnlijk je weg naar genezing ook zal zijn, het zal uiteindelijk de blijdschap over je vrijheid waard zijn.